Dank u. Let op. Ik speel u nu een willekeurig stukje voor. Dat zingt u mij precies zo na, gewoon op uw gehoor. Oh, dat is moeilijk. Geweldig. Ongelooflijk. Dat meen ik absoluut. Merci, monsieur, maar het is hier geen massage-instituut. Wow. Ah bon, pardon. Het is uw muzikaliteit die bij iemand zoals ik tot onbezonnenheden leidt. Ik zal het u nog één keer vergeven. Waar waren we daarnet ook weer gebleven? Ik wilde deze frase nog een keertje van u horen, maar nu voor de verandering van achteren naar voren. Het is gewoon verrukkelijk. U bent een genie. Monsieur le professeur, u zit toch duidelijk aan mijn knie. Ah bon, pardon, het is uw muzikaliteit die bij iemand zoals ik tot onbezonnenheden leidt. Ik zal het u nog één keer vergeven. Waar waren we daarnet ook weer gebleven? Ik zal het niet weten. Ik weet het wel. Ik speel dezelfde frase, maar nu zing ik het wijsje mee. Zingt u de tweede stem? Dat zal best klinken met z'n twee. La 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 la. Wat een heerlijke ervaring. Wat een muzikaal talent. Mijn talent zit heel ergens anders. Stiekem een Franse viesbeuk die u bent. Als mijn vader dit zou weten, nou, dan stuurt hij u zo naar het cachot. Nee. Ja, of hij brengt u aan de schandpaal. Nee. En misschien wel naar het schavot. Iets gedaan. Ah, bon. Ja. Pardon. Te laat. Het is uw muzikaliteit die bij iemand zoals ik tot onbezonnenheden leidt. Ik zal het u nog één keer vergeven. En waar waren we daarnet ook weer gebleven? Het lijkt me tijd voor de dansles. En we doen het menuet. Even rustig in de houding. Ja. Zo, daar gaat hij. Opgelet. Het gaat nog niet zo goed. Nou, ik zou haast zeggen iets te stijf. Men houdt tijdens de dans namelijk de beide armen van het lijf. Nog niet helemaal. Kijk, u moet luisteren naar het ritme, want het ging nog niet exact. Het zit wellicht in het ontbreken van lichamelijk contact. Men heeft in Zuid-Amerika dit euvel ondervangen door eenvoudig bij dansen aan elkander te gaan hangen. Kijk, zo. Ja, het is een beetje verdoest, hè? Rond nu, ja. En nu weer rond, ja, zeker. Nee, het is wat goed. Aha. Welke loze guit wacht zich aan mijn dochter te vergrijpen. Ha. Betaal ik u daarvoor mijn zuur verdiende kostelijke koninklijke duiten? Ha, is dit de bedoeling? Het is een schande. Maar dit is, zoals men zegt, papa, een dans uit Zuid-Amerika. Uit Zuid-Amerika. Een tango, zo gezegd. Een dwaas die daar geloof aan heeft. Ha, papa, wees gerust. Hij spreekt heus de waarheid volgens mij. Ach, ik
Ik vind het allemaal wat muggenzifterij. Mijn goede vriend, hoe durf u dat te zeggen? Wat dacht u van een dagje aan de schandpaal, in de regen en de wind? Ah, bon. Pardon, het is haar muzikaliteit. Ja, ja. Die bij iemand zoals ik tot onbezonnenheden leidt. Het hoort toch alles bij mijn educatie. Juist daarom krijgt iemand van mij geen gratie. Ik speel u nu maar weer dezelfde frase voor, alleen in het kader der omstandigheden. Nu maar liever in mineur. Ja, en dat waren, dat zult u wel gezien hebben, Louis van Dijk en Henk van der Molen in een wat afwijkende rol. Louis en ik hebben werkelijk uren gestudeerd op de tango, die wij allebei nog nooit van ons leven gedanst hebben. Ik heb ook nog nooit zo gelachen als tijdens die repetities. En u zult wel gemerkt hebben dat we hem nou niet helemaal vloeiend onder de knie hebben gekregen. Maar wat niet is, kan nog komen.